There are 12 stations along this route that request only stops a passenger on board the train can press a request stop button to let you know they wish to leave the train at the next station. This will be indicated by the HALT, the HALT lamp, illuminating on the right side of your desk. If a passenger on the platform requests a stop wishes to board the train, they press a button at the information points activates the request stop approach signal with two flashing white lights. Dus, train number hebben we niet. Origin is Schaffhausen. Kreuzlingen. Dat doen we met de GTW 2/8 van Turbo. Dan pakken we Turbo erbij. On the destination setup screen, please enter code 218, then press the enter key to set the destination display. Okay. Kreuzlingen. Ik vind het helemaal prima. Verkeerde, goeie. Wij zijn in Schaffhausen en we gaan met deze GTW rijden vanavond. Eén toeter. GTW scheelt niet qua gewicht. Zijn het real life reistijden? Ligt er inderdaad op de maken van het scenario. Deze is volgens mij gedeels gebaseerd op de werkelijkheid. Passengers have now boarded the train. Please proceed at 13:01 to our next timetable stop at Diesenhoven when the signal is clear for departure. Is the signal clear? The signal is clear. Dus wat wij doen is wij gaan er vandoor. Sergio Fernandez, 12, thank you for the follow. And DJ SP, good evening. Nou, ik denk, je hebt meer staartplekken hier in deze trein. Vol overtuiging naar de 70. Dat is een lange toeter. Nee, ik mag inderdaad niet verder. Ik ben gelimiteerd op dit moment op 40 km per uur. En DJ SP has resubscribed with Twitch Prime for the second month. Thank you, DJ SP, for resubscribing. Nu
ieder geval zin maar 3x2 seating van houdt. Oh, ik heb nu niet gezien of het een request op was. Waar is de request op? Ik moet stappen. En we zijn er. Even kijken, stream je ook nog andere games? Ik stream Euro Truck, American Truck Simulator, Minecraft doe ik soms nog wel eens een keer, Formule 1. Volgens mij ook nog wel wat andere games gedaan zijn, maar een beetje minder simulatie games, zeg maar, een klein beetje. Flying Scotsman, good evening and welcome. Let's go. Doors are closed. Met welk stuur race je F1? Ik heb tot op dit moment eigenlijk alleen maar een controller gebruikt. Maar ik wil eigenlijk binnenkort mijn G27 die ik heb, die ik gebruik voor trucking en zo, om die daarvoor te gaan gebruiken. Like a networking coming. Let's go. Langmissen. Met de controllers niet. Nou, op zich, het valt best wel mee. Maar het is inderdaad met stuur is het gewoon een heel stuk beter. Het zou net zoals de Tirano-route in principe random moeten zijn. Alleen het mooie is, ik hoef hier niet te stoppen. Veel plezier, Krikkoins. Bedankt dat je er was. Nog een fijne avond. Misschien tot de volgende. Gaan we weer naar Schlatt. Oh jee. Afremmen naar de 40. We kunnen ondertussen wel even een mooi screenshotje maken, denk ik. Wat is er dan mooier dan een paar balen op de achtergrond? Heb je bot nog? Ik heb een bot. En op zich, diegene die ik heb, op zich voldoet. Voldoet prima. This is the new route, indeed, for Langs Cosmin, yes. Ja, maar het is echt de sub. Dus deze knop. Twee audiotones en dan vervolgens nog wat flesjes.
Is het ZUP systeem, Oscar? Oké, okay, en moet ik bij Schlatt stoppen? Nee, ik moet niet bij Schlatt stoppen. Ja, vandaar dat kan. lijkt er wel op zich. Zo. Kreuzlingen, de S8 en de S8 naar Schaffhausen. Automonitor, of in ieder geval onder monitoring? Oh nee, automonitoring zelfs, streepjes. Dan gaan we zo meteen terug naar 110. Eigenlijk 100. Let's go. Power. Ah, ga lekker met de uurtjes rutten. Edwin, goedenavond en welkom. Dat is als een baby. Rijden we net lekker. Oh geweldig, ik reed niet 60. Ik reed geen 60, ik reed geen 60. Nu rijd ik 60. In ieder geval nog sneller dan de bussen. Alleen dat verkeer is in één keer weg. Het verkeer is in één keer voetsie. Nee. Sint-Katharinenthal. Ik ben benieuwd of we daar moeten stappen. Ik zie nog niks. Ah, nu wel. We hadden ook links kunnen rijden, volle kracht vooruit. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik denk dat het specifiek gedaan is. Maar we hebben niet van Halle te Wunsch. Dus weet ik ook waar die zit. Dat klonk hard. Yes, we have a request stop there on this line.
There are we'll be calling in Diesenhofen, Stein am Rhein, Steckborn and Kreuzlingen. And all other stations, all 12 other stations are request stop only. Maar ik heb even... Voordat we verder gaan. Ik heb even wat opgezocht over de... wat afbeeldingen over deze GTW. Want ik had die Chris zeg maar naast elkaar staan. Die van Chris en deze in mijn intro video. Of in ieder geval mijn first look video van gisteren. En als je dan bekijkt... Is deze neus komt dichter bij de werkelijkheid dan die van Chris eigenlijk. Die van Chris is wat minder... Ja, wat nog wat dichter bij elkaar de onderste. Maar die is wat breder in Zwitserland. Dus... Let's go. Turbo. Dan krijg je de turbo, jongen. Oftewel dat nummertje. Even kijken. 95. Dat was de verkeerde toets. Vergeet 95. Dan mogen we weer terug naar de 60. Mijn jassen gaan vooral van zin zingen. Nee, ik ga niet zingen. In ieder geval niet op dit moment. Maar dan doen we dit aan, denk ik, die turbo. Next station, Diesen. Dankjewel, Samson. Oh nee. Martijn heeft zucht. Camorra heeft de race maar even naar voren gehaald. Diesenhoven. Edwin, leuke route, alleen jammer dat ze vanaf Kreuzlingen dat kleine stukje Konstas niet hebben doorgebouwd. Nee, dat is echt serieus. Dat is, ze hebben die triangle zeg maar gemaakt, dat het split zeg maar die lijnen. Maar ze hebben niet eens het rangeerterrein aan de andere kant gemaakt. Of dat station wat 300 meter verderop ligt of zo. Dat is wel jammer. Had ik ook in mijn video gezegd, maar ja. Passengers have now boarded the train. Please proceed to 1316 to the next time they will stop at Stein am Rhein when the signal is clear for the departure. Signal is clear. Let's go. Goodbye. Raam aan het schoon. Ik ben benieuwd. Even kijken, hebben we hier nog een overweg? Nee. Dus nog een keer cash op de extensie waarschijnlijk. Ik ben benieuwd of ze dat stukje bij Kreuzlingen naar beneden dan gaan maken. Dan zien we het wel. En Remco komt even binnengevallen met de resub hype alweer voor 27 maandjes. 27. Dankjewel Remco. Dat betekent dat je derde Twitch baby er is. Derde Twitch baby alweer.
80 km per uur. Stein am Rhein. Schlattingen. Ik moet zeggen, ik heb gisteren of eergisteren eigenlijk, volgens mij op vrijdag, ja eergisteren, heb ik in de avond heb ik die video opgenomen voor die gisteren is uitgekomen. En dat was die druiventraining, dat was in de avond. Het was een beetje donker, maar ik moet zeggen, deze in overdag ziet hij er heel stuk beter uit. In ieder geval geen request op. Ik zie volgens mij nog geen lampjes flitsen, dus wij kunnen deze voorbij rijden. Goodbye, train. Zo. Het station komt er alweer aan. Ondertussen, ik moet zeggen, het is een zeer landelijk gebied. Een beetje heel. Tonde heeft zijn Balenwijk niet gedaan weer. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar het is wel weer een. Het is weer een verzorgde route van Revit. Het is wel weer inderdaad, het is wel een kort stukje, maar op zich, korte stukjes zijn ook niet altijd erg, want dan weet je het zeker dat je niet een scenario van 2 uur lang aan het doen bent. Kan je in Nederland rijden? Ik heb vandaag geen Nederlandse scenario's gewenst dan helaas. Waarschijnlijk volgende week wel weer eentje, als volgende week doorgaat. Even kijken. Geen handtoets. Ik kan niet makkelijk een 2 uur duren scenario maken. Maar het zijn, daar ga je zeker van Kreuzlingen naar Schaffenburg, of de Schaffhausen. Schaffhausen en dan weer terug richting Kreuzlingen ofzo. En dan inclusief wat rangeren. Willen wil niemand uit. Waarom haakt dat ding midden op het perron? Wacht. Zo. In ieder geval, we hebben hier nog een aftakking van een spoortje naar links. Mocht je dat spoortje hier naar links doen, zeg maar waar we zijn bij het station, dan ga je naar Singen. En Singen die is natuurlijk ook bekend van Constans Willingen. Dus, connectie hype. Next station, Stein am Rhein.
RJ over. Je gaat niet met mij over deze... Ik ben geen trein, Rob. Foei. Maar dat was een grapje. Maar volgens mij rijdt hier niks anders dan GTW's hier eigenlijk. Maar volgens mij is dit een half uursdienst en dan zit je eigenlijk volledig vol volgepakt. I know, Rob, was maar een grapje. We kunnen wel samen rijden. Nou, in de trein zelf. Als passagier. Meine Damen und Herren, Stein am Rhein. Nee, Maudie zit hier wel in, hier. En dan ga ik voor hier zitten. Dan zijn we ver van elkaar gescheiden. Iets met 100 Zwitserse franken boete. $13.25. Oeh, volgens mij is dit een echte foto. Oh ja. We kunnen de spiegels bedienen. Raam hier open. Stekboard. Even kijken, hebben we een request op voor Ed Shens? Ik zie nog niks. Oh jee, ik zie wel flissen. Heel slip. Spiegelpil, kijk eens even. Oh, ja. Dames en heren, u stapt in de ballast uit.
wheel slipped, isn't it echt? Ja, wee, wee, wee. Hey, ik vind het prima. Laten we maar weer gaan. Ons volgende station is Stekborn. Eigenlijk niet. Het volgende station is Mammeren. Yes. Martijn die gaat een papiertje invullen en een rivet sturen zo van hey. Kijk, de koetjes in de wei. De jongeman in weekend. Niet als ik hem moet geloven als hij nog wat opmerkingen had over Semmeringbouw. Betsy 1 en 2. Plus een 0, dus eigenlijk Betsy 10 en 20 of zo. 100 en 200. Betsy 100 en 101. Mijn dames en heren, is het nette station nummer. Request op only. Hamburger in de wei. Ja. Ik zou nog gewoon hamburger lussen, maar helaas niet dicht. Mark, bedankt dat je er was. Nog een fijne avond en graag tot de volgende. Nächste halt, Mammeren. Halte auf Verlangen. Waar gaan burger? Maar waar ben jij niet geweest in Zwitserland? Kijk, dat kan toch niet? Die request op paal die staat hier en daar. Nee. Nog plekken. Een overweg. Bjorn, goedenavond en welkom. Op start aan de redding. Alle auto's waren weer weg. Lampjes op rondbranden. Ja, maar daar kom je dan aan met 80 of 100 km per uur en dan kopje per rond en dan in één keer zie je die lampjes branden en nou volledig in akkers. In ieder geval goedenavond. Stekborn.
Dan hebben we. Ja, de ankers uitgooien. Hielekie 69, 96, goedenavond en welkom. Jawel. In deze view niet. Dan de normale outside view. Natuurlijk ligt Constans hier aan onze linkerkant in ieder geval uitlopen. Daar komen we een stackpoint tegen zo. Als we hem, dan moet je dat doen, Gerben, hier in de, bij Lake Constance. Moet je wel even reizen. Och, heren. Kilometer per uur. Dat is de verkeerde toets. Oké, blijft 40. Next halt, Steckborn. Ik heb alleen geen idee of dat static assets zijn of niet. Nee, ze zijn geen static assets. Die worden niet genoteerd dat die meekomen met de route. Ze hebben nog wel wat goederen van ons meegeleverd, maar je kunt er eigenlijk bijna mee. Voor hem 30 km per uur. 25. Die is er binnen kwijt. De train is very silent. Ah, leed zijn we nog niet. Dus even kijken, waar zitten we op de route ondertussen? Nou, we hebben eigenlijk al een groot deel van de route gehad. We hebben Steckborn. Dan hebben we Berlingen. Mannenbach-Salenstein. Ermatingen.
Riebeltingen. Taker Willem Gottlieben. Dan hebben we die lijnen onderen en dan hebben we Kreuzlingen. Dan hebben we Constans, die zit hier. Maar dan kun je, zal ik straks wel even laten zien dat ze niet verder hebben gebouwd. Gewoon zo, eigenlijk wel jammer. Maar goed. Maar net alsof de grens gesloten is. Maar misschien zouden ze dan Duitsland moeten modelleren met Duitse seinen. En dan zouden ze waarschijnlijk Duitse seinen moeten maken die ze waarschijnlijk niet hebben. Want dat Kudju-ding gaan ze denk ik niet gebruiken. Dus ik denk dat ze daarom. Passengers have now boarded the train. Please proceed to 1339 to the next timetable stop. Kreuzlingen when the signal is clear for departure. Nou, de signal is clear. Ik krijg het idee waarom ze überhaupt die message erin hebben gezet in clear for departure. Want je weet gewoon dat de signal wanneer je hier mag vertrekken is clear for departure. In ieder geval voor OTS. Dat is de reden dat ze het niet hebben gedaan. Ja, hebben ze het gezegd dan? Ik heb niet die devlog video's gezien van hun eigenlijk. Ja, ik zou zeggen, als Martijn zegt dat het geluid klopt en de overweg klopt, dan geloof ik hem. In dit geval. Ja, maar volgens mij die overweg S's, die zijn er heel erg oud. Die hebben ze volgens mij, want River Games heeft zeg maar Thompson Interactive of Alan Thompson, dat is niet die Thompson van andere, maar de developer Thompson. Die hebben hun zeg maar die, al hun assets kunnen ze uit die library halen. En daar zitten waarschijnlijk deze overwegen ook in, dus die zullen waarschijnlijk ergens ooit in 2016 gemaakt zijn waarschijnlijk. Wordt aangepast. Dat is wel mooi, want als je nou meerdere routes maakt, eigenlijk alles wat ze gebruiken hier, kunnen ze weer opnieuw gaan gebruiken voor andere routes. Dus de bomen, de spoor, de bovenleiding en wat dan ook. Dus dan krijg je weer een hele mooie assetlijst, zeg maar. Berlingen. Ik vind die van Italië vind ik ook niet slecht hoor. Die is weer wat anders dan de Zwitserse bellen. Sinds Tirano de trein aankomt, is de hele dorp wakker.
Ja, maar dan hebben ze ook die, die spiraaltjes of zo, zeg maar, die drie. Dat wijzertje wat gaat draaien. Dat doet het ook echt draaien voordat hij naar beneden gaat. Maar die Italianen zijn er gewend volgens mij. Sistrasse. Er is verder niks mis met deze route. Hij is gewoon hartstikke leuk om te rijden. Je moet zeg maar wel van dit soort lijntjes houden, want het is een enkele spoorlijn, het is geen dubbel. Dus je hebt wel minder mogelijkheden zeg maar, qua treinen, qua tijdschema zeg maar, om te maken. Maar de detaillering is wel weer gewoon topisch zoals altijd. Hans, goedenavond en welkom. Welkom in Zwitserland. En ik mag 80 op het dus. Maar even voor je vraag met zijn of het random is, ik heb geen idee. Kan best zijn van wel, want ze hadden dacht ik speciale markers gemaakt. Mannenbach-Salenstein, Hatten auf Verlangen. En als je zeg maar, als je niet stopt op die station en je rijdt er voorbij, dan telt hij op een of andere manier, telt hij zeg maar het aantal seconden of zo dat je erover doet tussen dat station en die marker. En als dat korter is dan, of je neemt een bepaalde tijd, dan krijg je zo'n melding dat je hebt gefaald ofzo. Zijn we weer. Hoeveel stations hebben we nog? Kortslingen. Dagenwillen. 1, 2, 3, 4. 4 stations maximaal. Café Ristorante. Daar heb je de vaarkaarten. Eén dag gewekt was het helemaal mis. Er zit een tweetonig tyfoon in deze trein, die is alleen voor rem. Wat? Ik heb tot nu toe alleen maar één tyfoon gehad. Interesting. Ja, hij ging. Waarom ze die niet gewoon deden met een tweede toets is mij een raadsel.
ga daar eens een mailtje over sturen. Aan Colin. Ermatingen, Halte auf Verlangen. Ik heb geen idee of we hier moeten stoppen. Volgens mij niet. Nee, mogelijk. 70. Ja, ik weet het. Ik weet dat die N. Want dit is de N. Nou ja. Laten we daar maar weer... Dan we weer vanaf blijven, oké? Genoeg getwitterd. Tot, goedenavond en welkom. Zacht. We waren gewoon wat aan het testen. En Remco die gooit er nog even wat bovenin met. Nichtsterhalt. Tribultingen. Halte auf Verlangen. Voor degene die dat wil. Niemand? Dan gaan wij door. Naar 90. Dit is me nog niet eens opgevallen. Een bunker. Taker willen God lieben. Nächste halt. Hantel auf Verlangen. God. Oh, gelukkig is die niet de GTW van Chris. Die slipt gigantisch. Deze heeft hele sterke remmen. Ja, je mag die hieruit. Martijn heeft op een knopje gedrukt. Stoppen.
Simrace. Ja, ik heb het gelezen, Rutger, maar het is niet met in ieder geval niet de Formule 1 races die we kennen, helaas. Martijn blijft toch zitten. Martijn, wilt u de volgende keer niet op een knopje drukken? Dank u wel. Ik kreeg bij de vorige geen melding van hoe snel, dus... Maar goed. Dames en heren, onze eerste station is de Kreuzlingen. Endhaltestelling. Pieterszoek en de Dort. Dankjewel, Rutger. Sifa. Ga lekker, Oscar. Zijn bij Kreuzlingen aangekomen. Wat wel het einde van de lijn in ieder geval voor ons. De route zelf die gaat nog wel door. Maar even voor diegene die geïnteresseerd is. Dit is het einde van de lijn. Hier zou een rangeerterrein moeten liggen. En Constans Hauptbahnhof, zeg maar, van Constans Villingen ligt hier. Dus ja, de mist gewoon op. Wel dan, driver, have a successful journey met 946. 946. Benieuwd of Martijn deze al heeft.